Zaterdagochtend vroeg, het is nog koud buiten, maar er is weer eindelijk een boekenmarkt. Jochem van Barschot, 2 jaar niet geweest. Hoe is dat jullie afgegaan? Nou, het is toevallig 2 jaar wel geweest, want in september kon het wel doorgaan. Maar we hebben wel vorig jaar, waar we normaal 20, 25 markten per jaar doen, waren het er vorig jaar 5. Dus we zijn heel blij dat dit weer een normaal boekenmarktseizoen wordt. Even voor de mensen die geen idee hebben, ja, het woord is bekend. Wat is boekenmarkt? Dat is een markt met tweedehands boeken. En in Schiedam 2 keer per jaar, in april en in september. En in de rest van het land natuurlijk ook op allerlei plekken. En dit jaar voor het eerst ook wat mensen met LP's erbij. Dus we hopen dat dat ook weer extra volk trekt. Wat is voor jou de reden geweest om hier aan te beginnen? Nou, ik ging zelf altijd veel naar boekenmarkten, naar Deventer, naar Dordrecht. En ik dacht na een tijdje van, het zou natuurlijk veel leuker zijn als ik nou aan de andere kant van de kraam sta en dan de eerste keuze heb van al die boeken. Ik kwam altijd met tassen vol boeken thuis. En nu kom ik ook altijd met tassen vol boeken thuis als ik ben wezen inkopen. Even over de klanten. Het zijn niet mensen die binnenkomen en zeggen van, doet u maar even dit boek. Men zoekt en snuffelt. Ja, er zijn wel mensen die heel gericht dingen zoeken. Maar eerlijk gezegd, dan kan je ook net zo goed gewoon op boekwinkeltjes kijken. Want dan vind je het waarschijnlijk sneller. Dus het leuke van een boekenmarkt is dat je juist dingen vindt waarvan je niet wist dat je ze zocht. Hoe gaat het in het algemeen met boekenmarkten in Nederland, denk je? Het gaat eigenlijk best goed. Dus mensen vinden het leuk om iets, dat er weer dingen te doen zijn, dat er weer evenementen zijn. En wij hebben niet het idee dat het terugloopt of dat er minder animo voor is. Helemaal niet. Het is net als met kunst. Men is altijd op zoek naar het boek. Zijn er nog boeken af en toe waarvan je denkt, dat is hem? Ja, op zich wel. Het is vaak wel moeilijk. Je herkent schaarse of hele exclusieve boeken niet meteen. Vaak kom je daar pas achter als je ze gaat opzoeken. Dan ontdek je dat ze nergens anders te krijgen zijn. En dan denk je, dat is misschien wel een waardevol boek. Ja. Ik heb je ooit verteld dat ik een oude Suske en Wiske heb. Dat is bijvoorbeeld interessant. Ja, er zijn eerste drukken, zeg maar, van voordat ze op grote schaal voor de Nederlandse markt zijn herdrukt. Die zijn wel wat waard. Kan je nou merken dat mensen ook vooral naar boeken van Nederlandse schrijvers en schrijfsters vragen? Nee, mensen hebben meestal een genre wat ze interesseert. Dus thrillers of romans, of ze zoeken kunstboeken of geschiedenis. En volgens mij maakt het niet zoveel uit of het door een Nederlander of dat het vertaald is of zo. Ik heb niet het idee dat dat veel uitmaakt. En de echte verzamelaars die bijvoorbeeld alles van één schrijver willen hebben, die kom ik steeds minder tegen. Die sterven een beetje uit, heb ik het idee. Zoals ik ooit met mijn Carmicheltjes aankwam, dat is niet meer. Nee, heel weinig. Je had vroeger inderdaad Mulisch en Reven en Hermans verzamelaars. Ik zou nu geen schrijver kunnen noemen die nog leeft en die echt fanatiek verzameld wordt, zeg maar. Net als bij kunst en kiets ben ik altijd benieuwd wat dat moet gaan opbrengen. Werkt dat ook in de boekenwereld? Ja, zeker. Dus er zit soms wel een groot gat tussen wat mensen verwachten ervoor te krijgen en wat ik ervoor kan geven. Maar het is ook weer niet zo dat we voor een prikje fantastische boeken willen opkopen. Dus voor echt mooie dingen betalen we ook best mooie prijzen. Wat zijn op het ogenblik de favorieten die gezocht worden in het algemeen? Ik heb het idee dat er heel veel mensen zoeken naar boeken over spiritualiteit en zingeving. Dat verkoopt altijd heel goed en daar blijft maar vraag naar zijn. Dan tenslotte de gewetensvraag. Naar welk boek ben je zelf op zoek? Dat is een goede vraag eigenlijk. Op het moment niks bijzonders. Nee. Ja, dan vraag je je af, wanneer ga je nou naar de boekenmarkt en vooral wie? Meneer Bart Overzier, waarom gaat u naar de boekenmarkt? Nou, omdat ik een heleboel leuke boeken tref. En waar ik vooral echt gek op ben, is boeken van Gerard van het Reven. Wat is het bijzondere van die boeken? Nee, niet van Karel van het Reven. Nou, dat is de Ruslandkenner. Dat is de Ruslandkenner. En wat Gerard een beetje te veel een pathos heeft, dat heeft zijn broer Karel helemaal niet. Dus dat is ongelooflijk ongelijk verdeeld. En ook zijn humor is totaal anders als van Gerard. En dat vind ik echt geweldig. Ja, ook mensen van de gemeente zijn er gewoon. Jan Gordijn, wie kent hem niet? Jan, ik sta hier. Wat is het leuke van de boekenmarkt? Ik heb heel erg veel boeken in huis. Ik koop ook nog vrij regelmatig boeken. En om te voorkomen dat mijn boek volgroeit, mijn huis volgroeit, sta ik op de boekenmarkt om ook af en toe wat boeken te verkopen. En ik vind het altijd heel erg fijn als boeken weer een mooie nieuwe bestemming krijgen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Welk boek zoek jij nog? Wat ik zoek? Eigenlijk het boek waarvan ik niet eens weet dat het bestaat. Dat vind ik het allerleukste. Ik kom ook heel veel in antiquariaten. Ik kom wel eens in een kringloopwinkel. Ik kom op boekenmarkten en dan een beetje door die boeken heen struinen. En dan dat boek tegenkomen waarvan je niet wist dat het bestond. En waarvan je dan onmiddellijk weet dat je het heel graag wil hebben. Dat vind ik het allermooiste boek.